Goed, Evelien. Time for check-in. Oké. Heeft Thomas Cook van het jaar 2009 zijn identiteit bevestigd, als ook zijn vlucht naar Benidorm? Ja, dat is in orde. Is de plaats van de ingreep aangeduid? De coördinaten richting Benidorm zijn uitgezet. Oké. Heeft Thomas Cook allergie, voor zover we weten? Er zijn 2 passagiers aan boord met een allergie voor schaaldieren, maar de keuken is op de hoogte gebracht. Wanneer heeft Thomas Cook het laatst gegeten of gedronken? Wij hebben gisteravond 14 ton kerosine getankt. Anesthesieapparatuur is gecontroleerd? Ja, en dat is in orde. Goed. En er is geen risico op bloedverlies bij deze procedure, dus er is geen bloed besteld. Oké, prima. Goed, wij kunnen vertrekken. Klaar voor de start-up? We zijn hier voor de vlucht HQ1512 naar Benidorm met Thomas Cook van het jaar 2009. Check. Hoe lang gaat de ingreep duren en verwacht je eventueel problemen? De vlucht zal 2 uur duren. We verwachten geen problemen met uitzondering van enkele turbulenties boven de Pyreneeën. Zijn er patiëntgerelateerde problemen te verwachten? Vanachter zijn er een paar passagiers die wat te veel vodka Red Bull gedronken hebben, maar de steward weet dat hij ze in de oog moet houden. Antibiotica nodig? Er zijn geen vaccinaties nodig voor Benidorm. Anticoagulantia gecontroleerd? Ja, maar hij ligt wel veilig in business te slapen met wat extra aandacht. Oké. Klaar voor take-off? In orde. Parking checklist. Oké. Is de telling van de naalden in orde? Ja, iedereen heeft het vliegtuig verlaten. Is de telling van de compressie in orde? Er werden geen voorwerpen achtergelaten. Buiten de kranten hebben we niets gevonden. Zijn de weefselstalen gelabeld? Alle gelabelde reiskoffers staan op de tarmac, klaar voor ophaling. Postoperatieve orders werden ingevuld.